Hallo allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Zoals jullie zien heb ik mijn opgemaakte tas weer bij mij. En ja, het is gewoon boomvol. Er kan zelfs gewoon niks meer bij. Dus ik ga gewoon van start gaan. En we zien wel waar we eindigen. Het is een beetje van alles. Dus laten we beginnen met gewoon een douchepuff. Ik gebruik altijd onder de douche een douchepuff. Maakt eigenlijk niet zoveel uit van waar ik hem heb. Ik denk dat ik deze een keertje bij de Kruidvat of zo gekocht heb. Maar om de zoveel tijd wissel ik dan voor een nieuwe. Gewoon uit hygiënische redenen. Dan heb ik de Nivea Creme Care handzeep opgemaakt. Dit is een handige pompflacon. Ik vond deze heel erg fijn. Vooral omwille van de geur. Zou ik zeker opnieuw kopen. Dan een mondwater heb ik opgebruikt van het merk Signal. En dit is de White Now. Dit is zo'n blauw mondwater. Ik vond het oké. Prima product voor hetgeen waar hij verdient. Maar om nu te zeggen, mijn tanden werden daar witter van. Dat heb ik niet meteen gemerkt. Ik zou hem wel opnieuw kopen. Gewoon omwille van de frisheid. Het fijn nagevoel nadat je tanden gewassen hebt. Dan om een beetje in dezelfde sfeer van tandproducten te blijven, heb ik een tandpasta opgebruikt van Oral-B, de Pro Expert Blancheur was het, geloof ik. Oké. Dan een rolletje wattenschijfjes van mijn favoriet merk Demicup. Ik denk dat hier iedere keer dat ik zo'n filmpje maak, dat er zo'n wattenschijfje... Oké. Ik heb er zelfs twee op gemaakt. Dit waren die van Biocura, denk ik. Of hoe noemt het merk? Biocura, ja, klopt. En dit is van het merk van de Aldi. En ik moet zeggen, ik vond deze zeker niet slecht. Maar natuurlijk mijn favoriete blijven die van Demicup. Wat heb ik dan nog? Twee scheermesjes die echt al heel oud waren. Beide van Venus. En dat zijn echt de beste. Dit is de gewone Venus met 3 scheerkopjes. En dit is er ook eentje met 3 scheerkopjes. Maar scheermesjes bedoel ik met scheerkopjes. En dan zit hier, zat nog zo'n verzorgende strip. Dit was de Venus Pro Skin. En ik vond die heel erg fijn. Omwille van dat verzorgend element, maar na een paar keren is dat, ja, dat kussentje weg. En ja, dan blijft natuurlijk het gewone scheermesje zelf over. En je kan hier zeker nog een hele tijd mee voort. Ondanks dat het, het kopje, het kussentje er niet meer was. Maar ja, fijn. Ik heb intussen een nieuwe van Venus. Dan heb ik een hele tijd geleden, toen ik nog naar school ging voor mijn opleiding schoonheidsspecialisten, moesten we zo'n borsteltje kopen voor tijdens de gelaatsverzorgingen te gebruiken. En ik had er toen zo eentje bij HEMA gekocht. Maar ja, ik vind dat niet fijn. Deze van HEMA zijn veel te grof. Veel te hard in gebruik. Dus deze gaat gewoon de vuilbak in, want die ligt gewoon in mijn kast te leeg. Dit ook nog bij die scheermesjes van Venus. Dat is zo voor in de douche te hangen. Dus ook weg. Mijn all-time favorite deo van het merk Dove. En dit is in de geur Original. En ik vind deze eigenlijk nog altijd het allerfijnste. Die geur blijft ook ontzettend lang hangen. Als ik aan het sporten ben en ik ben van alle bewegingen aan het doen, dan ruik ik zelfs die geur. Ondanks dat ik aan het sporten ben. Dus ik vind dit echt, ja, qua budgetvriendelijkheid en vindbaarheid in België, een hele fijne deo. En dit is trouwens nu die nieuwe compressed formaat. Dus, en ik moet zeggen, ik denk wel dat ik er ongeveer even lang niet toegekomen ben. Hier staat trouwens een review over online. Ik zal ook wel de linkjes plaatsen. Dan heb ik een oogdemaquillant remover opgebruikt van het merk L'Oréal. En dit was speciaal voor waterproof. Maar ik gebruik eigenlijk altijd zo'n bifase. Dus zo'n twee laagjes die je dan moet schudden. Fijn product. Niks op aan te merken. Ik denk niet dat ik hier een review over online staan heb. Maar ja. Eigenlijk moet ik toegeven. Ik merk daar niet zo heel veel verschillen in al die merken. L'Oréal, Garnier, Kruidvat Huismerk.
ik wissel daar een beetje in af en ja, ze werken eigenlijk allemaal heel fijn. Meestal kijk ik gewoon in de winkel wat het goedkoopste is, dat neem ik dan mee. Dan heb ik twee zonnecremes die weggaan. Die heb ik meegenomen op vakantie naar Turkije. En die waren van het merk Cien. Of Cien, hoe je het uitspreekt, weet ik niet precies. En dat is het huismerk van de Lidl. En ik moet toegeven, het zijn hele, hele basic zonnecremes. Dus wat bedoel ik daarmee? Het is een echte dikke witte crème die je echt heel goed moet opensmeren. Vooral deze was het dan. Maar ik moet toegeven, ik ben nooit echt verbrand geweest. Dus dat ik echt pijn had. Dus ik moet wel zeggen, dit was factor 30 en dit 25. Dit is die trouwens speciaal voor het gelaat. En deze was wel van textuur iets dunner, maar je bleef zo'n typische witte waas krijgen. En het stoorde mij nu niet omdat ik echt een zonvakantie deed. Maar als ik nu bijvoorbeeld hier in België een dagje ergens naartoe ga en ik zou mij wil insmeren, zou ik deze producten niet gebruiken omwille van dat ik niet echt lekker een toerist in België wil rondlopen. In het buitenland stoort het mij niet meteen, maar ja. Maar op zich qua werking goed, alleen de formule mag voor mij iets dunner. Dan heb ik twee douchegels opgebruikt. Oeps, het vliegt hier nogal aan het rond. En ik moet toegeven, er gaan een paar echt oude producten uit de oude doos tussen zitten, aangezien dat ik verhuisd ben en dan zijn weer heel wat producten naar boven gekomen. Ik dacht van, oh, van die kleine restjes, ik dacht, ik ga ze opgebruiken en dan kan ik van start gaan met alle nieuwe producten die ik gekregen heb om uit te testen. Maar dit is bijvoorbeeld zo eentje, hier staat denk ik misschien ook wel een review over online. Dit is de Be Luscious Cell Hydrating Body Wash en dit is er eentje van Le Petit Marcier met de geur vanillemelk. Deze vond ik echt super fijn. Ik heb zo eens een testje gedaan van Le Petit Marcier. Wat je favoriete geur is. En deze kwam eruit als ja, mijn perfect match. Alhoewel dat ik die met citroen of verbena, ik weet nu niet welke het is. Maar ook zo'n gele verpakking. Dat die mij, of ijzerkruid. Citroen en ijzerkruid denk ik dat het was. Ja, die vind ik ook heel lekker. Maar dit is zo'n meer warmere geur. Wat ook wel ja, heel fijn is nu voor het najaar. En deze heeft zo'n eerder een unisex geur. Wat meer kruidig ook wel. Dus die was ook wel oké. Dan heb ik een shampoo opgebruikt. Ook weer uit de oude doos. Want dit is de Bedhead van Tigi, de Brunette Goddess. En iemand heeft mij gezegd dat die lijn zelfs niet meer bestaat. Dat dat nu te colorlijn of zo is geworden. Dus ja, die bestaat niet meer, maar ik vond die heel fijn. Maar dit was zo'n flacon van 400 ml en dat zou ik persoonlijk zelf niet meer kopen, omdat ik heel graag een tussentijds afwissel. En 400 ml shampoo, daar kom je echt wel heel lang mee toe. De conditioner heb ik daar ook van, maar de geur is fantastisch. Dat is echt zo een chocoladegeur. En ik zou, de conditioner heb ik dus nog, maar ik zou hem zeker opnieuw kopen, maar niet meer in het grote formaat. Dan heb ik uit dezelfde lijn Elixir 7.9 van Yves Rocher een nachtcrème opgemaakt en een oogroller. En ik heb die producten echt wel heel lang gehad. Die oogcrème heb ik echt, denk ik, 9 maanden of zo iedere ochtend gebruikt. En die nachtcreme, ja, dan moet ik toegeven, dat is een beetje op en af geweest. Ik heb dan weer dat product wat meer gebruikt en dan dat weer. Maar dit is een echte balsamcreme, dus zo'n eerder een dikke textuur, wat wel heel fijn is voor 's avonds te gebruiken. En ook deze oogcreme vond ik best wel aangenaam, want die heeft zo van die 3 kogeltjes die je dan onder je ogen kunt aanbrengen. En wat een extra massagend, of ja, masserend effect geeft in de ochtend. In plaats van zo 1 kogeltje. Maar een heel zuinig product. Hoewel dat ook crème is, dat in het algemeen wel zijn. Dan heb ik een travel size. Ja, zo'n klein minietje opgebruikt van 40 ml van de Kirines micellair water. En Kirines is echt een merk wat mijn hart gestolen heeft. En ik kan echt daar niks slecht over zeggen.
Het is super allergeen. Houd rekening met de pH-waarde van je huid. Het bevat geen parabenen. Het is echt een heel fijn merk. En ook deze micellaire lotion vond ik heel erg fijn. Daar heb ik trouwens een review op mijn blog over online staan. Dan een droog shampoo. Verrassend volume van Andrilon heb ik opgebruikt. Was zeker prima, maar eens dat je het merk Batiste leren kennen hebt, ja, kan er gewoon niks meer tegenop. Maar ja, was zeker niet slecht. Dan nog een deo opgebruikt, ook van Dove. En dit was Invisible Dry. Dit is een roll-on deo. En natuurlijk, zo'n roller gaat veel langer mee dan een spray. Maar oké, ja, dat weet je op voorhand. Maar deze, ik moet toegeven, die was niet slecht. En zeker, Dove heeft het getest op 100 verschillende kleuren of het dan zou afgeven. Want je hebt het soms wel eens dat je op zwarte kleren dan van die witte vlekken krijgt en andersom. Ja, vreselijk natuurlijk. En ik moet toegeven, ik heb dat echt niet aan de hand gehad met deze. Dus dat vond ik echt heel erg fijn. Dus als je op zoek bent naar een deo die niet gaat vlekken op kleren, dan moet je zeker die van Dove, de Invisible Tries, een keertje proberen. Dan heb ik twee mascara's opgebruikt waar beide een review over online staat. Dus je kan dat gaan bekijken. En dat is de Bourjois Push-Up Volume Glamour. En eentje van NYC, dus heel budgetvriendelijk. En dit was de Big Bold Angel Lash Mascara. En die had zo'n zandloper borsteltje. En deze had meer een iets klassieker borsteltje. Voilà, dus daar staan reviews over online als je die wilt bekijken. Wat zit er nog in mijn tas? De Formula 10.0.6 Pores Be Pure Skin Clarifying Mud Mask. Ik haat het. Dit vind ik echt een vreselijk product. Ik zou het zeker nooit meer opnieuw kopen. Maar het brandt gewoon op mijn huid. Ik kan het gewoon niet verdragen. Ondanks dat ik geen gevoelige huid heb. Maar dat is, ja, ik heb het maar een paar keer gebruikt. Maar ik vind het niet goed. En ik zou niet weten, ja, wie ik hier een plezier mee kan doen die er geen last van heeft. Want ik heb al online gelezen dat andere bloggers er wel heel tevreden over zijn. Dus, maar voor mij werkt het niet. Dus weg ermee. Kijk, het is een staaltje wat ik heb opgebruikt van Burberry Makeup. Ah ja, oké. Dit was een staaltje van een foundation van Burberry. Heb ik één keertje gebruikt. De kleur was niet meteen de juiste match. Maar op zich, ja, dat weet je soms wel met staaltjes. Maar ja, het was oké. Ik weet niet meteen of ik zo'n Burberry foundation zou kopen. Wat heb ik dan hier? Dat was een sample van Lush. En dat was een Sparkle Tutti Tap. Dear God. Ik was zo blij dat het een sample was. Ik kan niet om met zo'n Tutti Tap. Ik kan het gevoel dat er zo van die korreltjes in je mond zijn. En dat je er dan mee aan de slag moet gaan. Ja, het idee erachter dat je minder verpakking gaat ja, verbruiken en dat het goed is voor het milieu vind ik echt super van Lush. Maar ik kan het gevoel, het idee, ja, de gedachte, het werkt gewoon niet voor mij. Dan heb ik oogdemaquillage pads opgemaakt tegen wallen en donkere kringen van Demi-Cup. Was oké, maar zou ik zeker niet opnieuw kopen. Ik vind het fijner om zo'n flacon te hebben. Omdat je dan zelf bepaalt hoe vochtig je pad, je watje eigenlijk maakt. En ik gebruik nogal redelijk wat product en deze zijn voorgedrenkt. En het is wel fijn om mee te nemen bijvoorbeeld op vakantie. Maar ja, voor dagelijks gebruik heb ik liever zo'n flesje. Dan heb ik nog een tandpasta opgemaakt van Colgate. De Max White One. Ja, prima. Weinig op aan te merken. Dan heb ik, oh ja, daar heb ik trouwens ook een review over online staan. De Sugar Scrub Strawberry. Deze komt van de
Deze wordt verkocht bij de Die. Dus gemaakt in België. En hier staat een review over online. En hier ben ik super snel doorgegaan. Maar het is ook niet zoveel. Het is maar 100 ml product. Maar ja, moet je zeker eens gaan bekijken die review. Wat zit hier nog in? Nog twee kleine productjes. Eentje van John Frieda uit de Brilliant Brunette lijn. Ja, sinds ik terug brunet ben, is het heel handig. Maar dit had ik al redelijk lang staan. En dit is gewoon een hairspray. Was oké. Ja, fijn product. Alleen deze van Lee Stafford, de Shine Spray, zou ik zeker niet opnieuw kopen omwille van de geur. Die is echt, ja, ik vind het een vreselijke geur. Maar die van John Frieda, die zou ik gerust in full size durven te kopen. Oeps. Ik heb blijkbaar nog een rol wattenschijfjes opgemaakt. Ook weer die Demacup Sensitive. Ja, mijn favoriete. Dan heb ik een parfum opgemaakt van Playboy. En dit weet ik niet precies welke geur dat was. Maar dit is er eentje van Playboy. En volgens mij heb ik hier ook een review over online staan op mijn blog. Dus ik ga het zeker een keertje bekijken als je interesse hebt. Dan heb ik er nog eentje van Piss Buin, een Ten Prolonger. Dat was zo'n aftersun die eigenlijk je tint, ja, je bruine huid wat langer gaat verlengen, zal ik maar zeggen. Zodat je extra lang bruin bent. Maar deze stond al jaren in mijn kast, dus weg ermee. Want het zal ongetwijfeld niet meer goed zijn. Dan heb ik nog een lotion opgemaakt van Rituals. Dit is nog de oude verpakking, maar dit was de Awareness Mild and Refreshing Facial Tonic. Maar hier zit redelijk wat alcohol in, waardoor het misschien voor de gevoelige huid niet zo'n aanrader is. Maar op zich, ik had er weinig problemen mee. Dan zit hier onderaan nog heel wat staaltjes. Maar hier zit ook nog wat, nog wat make-up eerst. Om te laten zien. Oops. Dit is de e.l.f. High Definition Concealer. Die heb ik met veel plezier gebruikt. Het was een goede concealer voor heel weinig geld. Er staat een review over online. Dan heb ik de Gauche Eyeliner Pen in Black, die ook weggaat. Die heb ik al redelijk lang. Hier, ik kan hem nog gebruiken, maar ja, op zich, hij komt ermee aan je ogen. Je stopt het terug in dat potje. Bacteriën blijven in dat potje. Dus na een tijdje is het gewoon tijd om het weg te gooien. Maar op zich, een fijn product, was zo'n klein stiftje. Dan een Becca concealer. Die heb ik eens een keertje gekregen. En zoals je ziet zit daar nog redelijk veel product in. Maar die textuur is zo droog geworden dat het gewoon tijd is om weg te gooien. Dan nog een folletje van, moet ik heel even nadenken, van Wet n Wild. Die ik ook al heel lang in mijn collectie zitten had. Weg ermee, want ja, ik denk dat ik die al 4 of 5 jaar heb. Dus veel te oud. En ook net als deze. Dit was mijn eerste lipstick van Maybelline. Serieus. Mijn allereerste. Ja, het is gewoon oud. Dus weg ermee. Ja, ik wil gewoon van mijn hele oude rommel af. Zodat mijn collectie een beetje meer up-to-date is. En ja, oude producten bevatten ook gewoon veel meer bacteriën. En ik wil gewoon niet dat ik ooginfecties of lipinfecties krijg. Dus weg ermee. Wat zit er dan nog in? Een maskertje van Nivea was het. Maar ik weet nu niet precies meer hoe dat heette. Aangezien dat het zo 2 zakjes bovenin zijn. Maar dit is eentje voor de zuivere. Voor een zuiverend masker. Helpt puistjes en meeeters te voorkomen. Dus ik weet nu niet. Ik denk dat ik er ook een artikel over online staan heb. En dan nog twee ook kleine staaltjes. Met deze, dit is de CO Gert Lingon Berry Clear Skin olie. Heb ik heel lang gebruikt. Met zo'n klein flesje kom je echt wel lang toe. Hier heb ik een artikel over online staan. Net als over deze Odilique Balancing Citrus Super Tonic. Staat ook een artikel op mijn blog over online.
Dus ga dat zeker eens bekijken. Wat zit hier dan nog in? Nog wat huidverzorging. Ja, ik ga het er allemaal uithalen. Voilà. Dus deze van Rein Pharma, de Gorgeous Face Cream. Vind ik geen fijne dagcreme. Ik vind hem gewoon veel te dik en veel te vet voor mijn huidtype. Wat zit hier dan nog in? Een oogcreme van PO. Ja, was oké. Dan de Soleil Protection zonnecreme SPF 50 van Rock. Was ook zo'n klein staaltje. Heb ik vooral in de zomermaanden gebruikt. Dan een dagcreme 5 Flowers Radiance Cream van 5 Mondes. Dat is zo'n spammerk. Waar ik een klein staaltje van gekregen had. Ja, ik vond het geen slechte dagcreme. Die geur is nog redelijk opvallend. En het is ook weer zo'n merk wat echt 100% of bijna 100% biologisch is. En ook zo'n bio-certificaat heeft. En ja, ik merk dat steeds vaker dat van die merken dan heel felle parfums hebben in hun producten. Ondanks dat ze natuurlijk zijn, hou ik er niet zo heel erg van. Maar van deze dagcreme was ik daarentegen wel fan. Dat is er eentje van Sotheby's. Dat is zo'n professioneel merk. En deze was de Light Hydrating Cream. Heel erg fijn. Zou ik zeker full size kopen. En wat zit hier dan nog in? Een bruisbal. Ja, een Fizzing Cube van Sephora in de geur Cotton Flower. Rook echt super lekker. En dan heb ik nog een paar parfumstaaltjes opgebruikt. Met als eerste L'Odyssée. Heel erg fijn. Een van mijn favoriete geuren. De Boss Ma Vie Pour Femme. Vond ik ook een best wel lekkere geur. Heel fris. Zeker voor overdag te dragen. Maar ik had wel de indruk dat hij niet zo heel erg lang op mijn huid bleef hangen. Dat heb ik dan nog opgebruikt. Cinema van Yves Saint Laurent. Het is een hele warme geur. Zeker een aanrader als je houdt van het iets zwaardere segment van parfums. Ik vond het een heel fijn, maar eerder voor het najaar nu. En deze, de Eclat d'Arpège van Lavin. Dat was zo'n iets groter staaltje. Die heb ik met zoveel plezier gebruikt. Oh, ruikt echt heerlijk. Ik kreeg daar ook redelijk wat complimentjes over als ik deze droeg. En ik heb die intussen ook aangekocht in een echt flaconnetje van een echt parfum flacon. Dus voilà, dat was het weer wat ik opgemaakt heb de laatste tijd. Zoals je ziet, ja, hebt gezien, waren dat weer heel wat producten. Ik ga gewoon fijn verder met de producten uitproberen. En ik hoop dat ik jullie heel snel weer zie. Tot ziens, dag!